vinden wij dat het Openbaar Ministerie het bloed van Peter R. de Vries aan zijn handen heeft? Nee, zover willen we niet gaan. De opdrachtgever van de moorden op Redouan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries heeft dat bloed aan zijn handen. Zeggen we dat Peter R. de Vries nog zou hebben geleefd als wij niet in deze sfeer van kinnezinnen en ruzie met het OM terecht waren gekomen? Ja, daar geloven Onno en ik in. En het OVV-rapport bevestigt dit. Niet mis te verstane woorden als reactie op een niet mis te verstaan rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de beveiliging rond 3 moorden in nog geen 3 jaar tijd in Amsterdam. Op achtereenvolgens de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Fout op fout werd gestapeld volgens de onderzoekers, misschien nog wel de grootste bij de moord op Redouan, die al langer vroeg om extra beveiligingsmaatregelen. Zeker toen het OM de kroongetuigendeal wereldkundig ging maken. Maar echt werk was daarvan tot op de dag van zijn liquidatie nog niet gemaakt. De waan de wetenschap in pacht te hebben, volstrekte incompetentie. Derk Wiersum werd wel extra in de gaten gehouden, maar het OM ging ervan uit dat de dreiging voor advocaten uiteindelijk toch minder hoog was, omdat zij vervangbaar zouden zijn. Daarbij kwam belangrijke informatie van de politie over een auto die later bleek te zijn gebruikt bij voorverkenningen weer niet terecht bij de dienst die Wiersum moest beveiligen. Het is niet waar dat Peter helemaal geen beveiliging wilde. Dat bleek ook uit het onderzoek dat de Vries zijn agenda bijvoorbeeld niet wilde delen met justitie. Maar volgens zijn strijdmakkers was hij zo weinig coöperatief omdat het OM zijn kaarten tegen de borst hield. Toppunt volgens Schouten is daarbij dat extra informatie die het OM wel had over een uitstaande moordopdracht op het drietal niet met hen werd gedeeld. Zodra de gelegenheid zich voordoet, nou, hoe meer concreet kun je het krijgen? Dus als wij dat op dat moment geweten hadden, dan hadden we natuurlijk heel anders met elkaar gesproken over wat ons eigenlijk te wachten staat. Het Openbaar Ministerie zegt in een eerste reactie dat er terugkijkend indringende lessen zijn te trekken en erkent dat het huidige stelsel bewaken en beveiligen niet was toegerust op deze vorm van excessief geweld. Volgens Schouten en de Jong moet er nu doorgepakt worden om de geheimhoudings- en afdekcultuur binnen justitie te doorbreken. Dat is niet alleen de cultuur waarin ze leven, maar dat is ook de professionaliteit van die mensen. En dan zal er ook voor moeten worden gezorgd dat mensen die niet in staat zijn om dat beveiligingswerk te doen en daarin keuzes te maken en beleidsbeslissingen te maken, dat die gewoon worden vervangen. Want anders dan krijg je het nooit beter in de uitvoering.